Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 7 november. Het gevaar van jaloezie. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jacobus 3, vers 16. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Boosheid, ontstaan door jaloezie, is een van de eerste negatieve emoties die in de Bijbel genoemd wordt. Genesis 4 vertelt ons dat Kaïn zijn broer Abel vermoordde omdat hij zo jaloers was dat het hem aanzette tot woede. Alhoewel dit een van de meest extreme gevolgen van jaloezie is, waarschuwt het ons hoe gevaarlijk jaloezie kan zijn. In de maatschappij van vandaag hebben veel mensen het gevoel dat hun eigenwaarde of belangrijkheid afhankelijk is van hun baan, sociale status of positie in de kerk. Vanwege deze denkwijze zijn ze bang dat iemand anders eerder dan zij een promotie krijgen. Jaloezie maakt dat zij proberen belangrijk te zijn in andermans ogen. Als jij met deze gedachtegang worstelt, weet dan dat God je met een reden op de plek heeft gezet waar je nu bent. Hij heeft een goed plan voor je leven en hij weet hoe hij je moet voorbereiden op dat plan. Veracht niet de dag van een klein begin. Onze blijdschap en voldoening komen van het gehoorzamen aan de specifieke roeping die God in ons leven heeft geplaatst, en niet door uit jaloezie dingen proberen te bereiken waarvan jij denkt dat ze indruk zullen maken op mensen. Laat geen jaloezie in je groeien. Vertrouw God dat Hij je plaatst waar je moet zijn. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, jaloezie is gevaarlijk en ik wil er niets mee te maken hebben. Mijn status is niet afhankelijk van wereldse posities en erkenning. Alles wat ik nodig heb, bent U. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.